De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt. Ben jij 18 jaar of ouder en lichamelijk beperkt? Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl. Hebben we samen met René Haakman, die overigens ook deel uitmaakt van de Binkhorstjes, af mogen trappen. En zo waar ik Donke Hos heet, kom vergezel me op onze zoektocht
Saskia Poncho. Onze zoektocht om die monsters te overwinnen. Die monsters die de schat hebben gestolen van Grafin Laterre. Om te krijgen wat ons toekomt. Kom, laten we ons wapen trekken. Laten we ten strijde trekken en draak 11 bestijgen. Hoe het verhaal verder gaat, weet ik eigenlijk niet, omdat de pagina helemaal was gezwart. Maar 1000 avonturen verder. Om de onmogelijke droom te dromen. Om tegen de onverslaanbare vijand te vechten. Om het ondraaglijke verdriet te dragen. Om te rennen daar waar de dappere niet durft te gaan. Ben ik als Don Quixote vechtend tegen windmolens. Met dit verschil dat ik geen vijand heb. Mijn vijand is het oerkarakter van ons primaten. Daarin verschillen wij niet van onze soortgenoten. Echter, mijn vijand is dat ik onze capaciteit om daadwerkelijk het milieu positief te beïnvloeden vaak overschat. Milieu is daarbij een heel groot woord. Zoals Don Quixote grote woorden gebruikt, dit betreft alles om de welvaart van mens, dier en andere organismen te verbeteren. Om over de ongrijpbare fout te schrijven, om beter te zijn dan je bent, om te proberen wanneer je armen te moe zijn, die de onbereikbare ster te grijpen. Ik blijf het proberen, in al mijn boeien breek ik door naar de andere kant. Geboeid door leven, doorbreek ik de traditie om ook maar één partij te kiezen. Er is geen gelijk, de kracht zit in het verschil. Om daadwerkelijk iets toe te voegen. Echter ontbreekt het mij daar vaak aan. Want ik kan niet worden gezien als de architect van de samenleving. Dat is iets collectiefs. Van ons 8 miljard mensen. Wij creëren onze eigen samenleving. Onze samenleving zit aan onszelf. Dit is mijn zoektocht. Om die ster te volgen. Het maakt niet uit hoe hopeloos. Ongeacht hoe ver. Om te vechten voor het recht zonder vraag of pauze. Om bereid te zijn om in de hel te marcheren voor een hemelse zaak. Ja, mooi. Toch blijf ik het proberen met mijn laserogen, die niet meer op volle scherpte zijn. Mijn trillende vingers die over het aanraakscherm het toetsenbord op mijn telefoon bedient. Hetgeen niet meevalt. In een rijdende trein. Dat wanneer ik aankom, ik nog niet klaar ben en vaak moet wachten tot mijn terugreis. Ja, zelfs de tijd is niet aan mijn kant. En ik weet dat ik alleen zal zijn op deze glorieuze zoektocht, dat mijn hart rustig en rustig zal zijn als ik ten ruste ben gelegd. Ik zal mijn tocht voortzetten, hoe verwond ook, littekens, schaafwonden, horenvlies met blaasjes, zere voeten, zere knieën en waarom tril ik zo? Ik loop door en blijf vertellen over hoe mooi deze wereld wel kan zijn. Ja, zonder tranen kan dit niet. Al zullen we ook heel wat aflachen. Zelfs zelfspot en gepast leedvermaak vermijd ik niet, al zal dat leed mezelf betreffen en niet de ander. En de wereld zou hierdoor beter zijn wanneer die ene man geknakt is en bedekt met littekens. Nog steeds strijdend met zijn laatste gram van moed om de onbereikbare ster te bereiken. Dank u wel. Eerste dichter aan, Ingo Oudenaard. Wow. Helemaal uit het zuiden. Ja, ongelooflijk. Ik kan zeker niet.
voordragen over het milieu. Als je daar iets over wilt weten, moet je maar op een pagina kijken, daar staan er genoeg over. Maar wat ik wel wil zeggen, en dat schijnen wij toch allemaal te vergeten, 8 miljard, dat is ook een van onze milieuproblemen. Laten we dat maar heel goed beseffen. Ze leven nog steeds. In regenuren pluk ik herinneringen uit een zee van kleuren. Tussen lelies en tulpen ligt de tijd begraven. Wortelt in het verleden, schildert bloemen tussen mijn zinnen. Ze spreken een milde taal, bijna een fluistering. En vallen als bloesems uit je haren, zoals stilte en schoonheid, schemerend onder het waterlicht. Zij leven nog steeds in mijn gedichten. Mijn hart en verlangen. Voor de ochtend aanbreekt, wil ik slaperig wegzinken in jouw schors, als dauw na een vorst. Ik ben jouw onweer, jouw duidelijk fluisteren in boomtoppen, leef in de regen en breng jouw bloesems. Onder jouw bas slaan mijn hart en verlangens. Na een winterse nacht, pastelkleurig jouw wezen, zo mooi en teer, spint warm zijn netten om mijn hart en mijn ziel. Het schemeren van dauw na donkere koude nachten, als draden geschroefd, schenkt mij het schitteren en wiegt mij het grauw van een wereld, zo zwaar. En jij, je heelt mij in jouw kleuren. De poëzie is heel belangrijk, en dichters ook. Want wij schrijven, anderen lezen dat, dus we moeten dat niet licht opnemen. Wij zijn eigenlijk spiegels voor de mensheid in zijn totaliteit. Dus wees voorzichtig met wat je schrijft. Net als mijn poëzie. Jouw huid draagt reeds lentegeur, ook al dragen dagen nog grijze kleren, gaan zwijgend langs mij heen en alleen kinderen rapen kastanjes. Tussen huizenkloven spelen mussen. Geduld kent de blauwe randen, 7 mijlen ver vallen mijn woorden, stuk geslagen door de wind. En jij, je bent één met het landschap, je staat stevig als een rots. En wanneer jij praat, wortel jij in mijn hart. Net als mijn poëzie, sorry. Als mens, soms denken we dat we alleen zijn, we zijn nooit alleen. We gaan gezamenlijk naar de toekomst, naar morgen toe. En ik bedoel gezamenlijk, bedoel ik niet jij en mij, bedoel ik de hele mensheid. Als we dat eens zouden beseffen en zouden uitdragen, dan zou er geen racisme meer zijn. Zouden we anderen accepteren zoals ze zijn. En zouden we ook woningen vinden voor degenen die gevlucht zijn, door welke omstandigheden ook. Want tussen haakjes, ik moet jullie zeggen, ik ben een dierenliefhebber. Maar toen ik gisteren op het nieuws dat hele programma over dat poezenschip zag, toen dacht ik, verdomme, we laten ze buiten slapen, in regen en kou, maar we zijn wel bezig met voor poezen een thuis te scheppen. Dat klopt toch niet? Of vinden jullie van mij? Ik vind dat het niet klopt. Ondanks de liefde voor poezen of honden. Dat klopt niet. Een mens is altijd meer waard dan een welk dier. Dat zou je ook moeten beseffen. Hand in hand. Tegen schouders, jouw borst en mijn hoofd met mijn adem warm op mijn huid. En op die voor jou natuurlijk. Ik adem diep in. En jij voelt je geborgen, herboren in mij. Wij hand in hand tot het einde van de wereld, daar waar de weide groeit. Goed. Ik zei
zeg altijd, ik mag die foto maken als je 76 jaar geworden bent, dan mag dat. Vannacht heb ik mijn hartslag in jouw adem gelegd. Mijn fluisteren en schreeuwen op jouw borst. Ik heb mijn huid, die jou het toevertrouwd, aangeraakt, gevoeld. Eerst jou, dan mij. En op het einde heb ik ons beiden liefdevol verleid. En als ik dan heen en weer geroepen tussen plicht en gevoel, verscheurd, verdreven, opgejaagd, dag voor dag, doorheen alle uren. En al verstrijken in het ritme van minuten, taaide seconden, toch loopt de tijd weg, in en naar het nergens, zoals sommige gedachten, en misschien zelfs ik. En ik loop en blijf lopen, ook al kom ik nergens aan. Ik heb hem meegebracht van de laatste tijd. Dat is het gemakkelijkste. Zoals de meeste van jullie weten, ik schrijf. Ik plaats meestal twee gedichten op de verschillende Facebooks en ik schrijf een stuk of 6 per dag. Allemaal. Hadden we het net over, met Hos en met Lucie. Ik had beloofd dat mijn bundel in maart zou uitkomen, maar mijn uitgever is zwaar ziek gevallen. Dus dat wordt april. En waarom zeg ik dat nu nog? Ik hoop dat jullie allemaal een bundel kopen natuurlijk. Ja, ik was Belg, maar ik ben daardoor Nederlander geworden. En dan moet je dat denken. De avond zinkt. Mijn glimlach blijft in moeheid van het woud dat ik zo lief. Wild weidegras legt zich bij mij, streelt zacht mijn karig haar. Adem, gevangen door een slaap, volgen mijn ogen rustende stilte. De avond zinkt, hij zingt de nacht nabij, maan blaast de wolken weg. Zijn blik kleurt het koude bleke van je gelaat en schildert het goud. De wind blaast koud en laat de twijgen beven, trekt aan broeken, sjaals en de jassen, bedekt met zoute lippen en de huid. In vlagen zelfs mijn lijf laat hij plakken. De hemel voegt zich, grijs in grijs, een windgezang die vormen laten dansen. Alleen de zon staat als verstart en lijkt als schijven wolken ingevroren. Het strand ligt in eenzaamheid leeg en meeuwen schreeuwen stil hun leven. Het schijnt alsof met vleugels lam zij aan onzichtbare draden zweven. Toch adem ik de frisse lentegeur van jou. Laat mijn verlangen naar jou niet verstoppen. Jouw blik verraadt mij lachend eerder eendere zin. Het trekt ons naar de dons van onze bedden. Ja, ik hou van de vrouw. Van mijn vrouw het meeste, maar ik hou van alle vrouwen. Ontwakende bloemen. De vluchtende nacht verdringt in schijnsel van het ochtendlicht. Kanon uit vogelkeeltjes, bibberend ademend een eerste zucht warmte. Ontwakende bloemen openen blaadjes naar de nieuwe morgen. En zomaar wat gedachten over ons, wanneer wind over het land blaast, zon er stralen schenkt, lucht heel wonderbaarlijk geurt, dan ben je bij mij. Waar regen over het land valt en grijze wolken trekken, een regenboog de einde siert, daar voel ik ons leven. En ik zie in het duister sterren ergens aan de horizon, ondanks dat zij lang niet meer bestaan, dan denk ik ons. Want waar een wind samen met wolken over de wereld gaat, zijn sterren altijd heel nabij als wij ons lieven.
Haakman. Hallo. Aandacht en vertrouwen. Na voedsel begint naar buiten het leven zijn aanvang.
dan een herinnering aan mijn schoonouders. Het heet Kerst van Winsen. In Winsen. Met kerst zijn we naar de ouders van Kanaan geweest. Het was koud met stemmenvol rijm op de velden. Bij aankomst al direct liedjes met viool en panfluit. De eerste keer zaten de ouders van elkaar af. Maar tweede kerstdag bij elkaar. Hugo wilde af en toe naar Evelien kijken. En Evelien Hugo op zijn zij, op zijn rug aaien. Die dag hadden we een kamertje boven, waar het in de ochtend koffie op bed was. Want het was koud. En Karin daar zei, dansend op bardonsmuziek. Dit waren sterke indrukken.
gaan u even kleine inzicht geven van hoe het was. We droegen elkaar op handen. Ons hele leven stond in het teken van het gezin. Gedicht 2. Jij. Jij droeg mij op handen. Bij jou mocht ik precies zijn zoals ik was. Jouw rust was als een warme zomerbries om mij heen. Jouw handen omvatten mijn middel met een oneindige tederheid, alsof ik was een kostbaar goed. Dit elixir heb ik keer op keer gulzig tot mij genomen. Toch werd je mij ontnomen en was dit alles plots weg. Met een gapend gat vol ongeloof bleef ik achter. Na verloop van tijd krabbel ik voorzichtig overeind en vind ik mezelf stap voor stap opnieuw uit. Ik doe nog één stuk en dan is het na de pauze. Dan moeten we dealen met de realiteit. De jongens staan op het punt het huis uit te gaan en ik verlaat het ouderlijk huis en ik koop een appartement. Gedicht 3. Nabestaande. Ik voel me zwaar, ik voel me loodzwaar. Voel dat ik er weer helemaal in zit. In zit in het gevoel van toen. Vooral met de vraag waarom. Helaas heb ik dat antwoord nooit gekregen. Ik moest gewoon verder met leven. En oh, wat was dat zwaar, na dat hele moeilijke jaar. Mijn hele basis stond op zijn kop. Alles was anders. Alle veiligheid was weg. En dat alles binnen 24 uur. Ik moest verder met dit gegeven. Voor mij was dit lood en loodzwaar. Met veel vallen en nog eens vallen en dan weer opstaan heb ik het uiteindelijk gered. Het was een lange, eenzame reis. En ik heb mezelf hierin keer op keer opnieuw moeten uitvinden. Uitvinden wat waar was voor mij. Waar wat betreft mijn gevoel. Waar wat betreft de volgende stap. Waar en waarheid, daar ging ik naar op zoek. Soms kon ik dat niet meer voelen, dan was er rouw. Dan was er totale paniek. Maar uiteindelijk, stap voor stap, zag ik af en toe een beetje licht ook weer voor mij. Uiteindelijk aanvaarde ik mijn lot. Het lot van een nabestaande na zelfdoding van een geliefde. Ik wist er toch mee om te gaan. Ik heb mezelf wederom gered. Gedicht 4. Diepe dalen. De diepe dalen holden mij uit, maar er kwamen ook kansen, hoogtepunten, nieuwe inzichten, andere manieren van kijken. Iedere kreukel in mijn ziel, ieder litteken bracht mij meer inzien, meer zien. Iedere bevroren traan, ieder verstijfd lichaamsdeel was slechts bedoeld om samen te vallen met mezelf. Het is nu wel een beetje raar om te stoppen. Ik ga gewoon verder dus. Ik gooi mijn hele leven om. Ik ga naar de kunstacademie hier. Daarna ga ik psychologie studeren. En toen ik afgestudeerd was, ging ik naar Santiago leven. Lopen bedoel ik. Kortom, ik propte mijn leven propvol. Gedicht 5. Na jou blijft mijn hart dicht. De enorme schok zet zich vast in mijn lijf. En niemand mag dichtbij. Bang voor het onder ogen zien van dit grote verlies en hiermee een toekomst die zo vanzelfsprekend leek. De leegte strekt zich voor mij uit, somber en donker. Nou ja, na verloop van tijd wordt het eventjes anders. En het volgende gedicht, 6. Heet nu. Nu is het enige moment wat er is om van richting te veranderen, om de roep van mijn hart te horen, om stil te staan en samen te vallen met het leven. De rest zijn slechts herhalingen en meer van hetzelfde van aangeleerd gedrag en overgenomen overtuigingen. Nu is het moment om dit te zien en heel misschien een andere keuze te maken, een keuze die past bij het hart. En dan gedicht 7. Jij. Heel soms
gewoon even langs. Dan voel ik je aan mijn zijde. Even een moment van samen zijn, alsof je er nog gewoon bent. Dan ontmoet ik je in mijn hart en weet, jij waakte over ons. Jij was mijn lief, maar helaas, je bent teruggekeerd naar huis. Florence Potter. Samen of alleen, hou de hoop, we komen er doorheen. Wie heeft de waarheid in pacht? Wie heeft de grootste macht? Wie regeert of wat? Tijden zijn veranderd, daarover geen debat. Vrijheid is soms ver te zoeken, in geen gaten en geen hoeken. Dit gaat ook over de coronatijd, dus dan snappen jullie ook een beetje waar dit heen gaat straks. Een luchtje scheppen wordt ons moeilijk gemaakt. Zelfs vrijheid van meningsuiting en liefdesuitingen zijn zoek geraakt. In een web van verdeling, perspectieven en druk zijn we onze verbinding verloren. Met onszelf, de natuur en elkaar en alle toebehoren. Ik hou van jou, van jullie allemaal. Elk mens, elk leven, ieder verhaal. Samen of alleen, we vechten voor elkaar. De een weer anders dan de een. Laten we weer onze harten delen. In verbinding, samen voor elkaar. Iedereen is anders, geen mens is gelijk. Samen zoeken naar wat ons verbindt, naar overeenkomsten, om verschillen te overbruggen in liefde en respect, een gezamenlijk doel, kennis delen. Meningen delen, zonder te overtuigen. Zoveel meningen. Respect voor elkaar in liefde. Ik vond het wel grappig. Ik vroeg net ook nog even voor de zekerheid even je naam, Ingel, om erop terug te komen. Zeg maar, dit is ook weer ook de thema's die jij inderdaad ook besprak. Er zijn zoveel verschillende meningen en visies over bepaalde thema's. En dat is soms gewoon heel lastig. En we hebben een tijd geleden hebben we daar ook over kort gesproken ook. En ja, het kan gewoon soms zijn dat je het wel of niet met elkaar eens bent. En ja, toen weet ik ook nog dat er toen een beetje rumoer een keer kwam toen hij ook iets voordracht. En net toen hij dingen zei, toen dacht ik ook, daar ben ik niet mee eens of daar kijk ik anders naar. En dat mag eigenlijk gewoon. Maar dat is wel af en toe heel erg lastig, want je wil ook soms op jezelf op de ander reageren. Ook om kenbaar te maken, hé, daar kijk ik anders naar. Maar eigenlijk is het ook wel de vraag van waarom moeten we eigenlijk altijd meer zeggen, ik kijk zo of ik kijk zo. Waarom is het belangrijk om dan te zeggen, ja, ik ben het er wel of niet mee eens. Is dat dan bevestiging naar jezelf of naar de ander? Maar ja, ik laat jullie gewoon lekker met die vraag. Poëzie. Wat zeg je? Poëzie. Precies, ja. Maar dat loopt natuurlijk ook wel een beetje door mijn thema's heen van gedichten die ik vaker heb voorgedragen ook. Dan hebben we deze. Zoals een dag die vandaag is. Geen dag als alle anderen. Een dag met een nieuw begin. En een eind aan wat eerder was. Een nieuw hoofdstuk. Een nieuwe wending. Een dag zoals vandaag. Gebeurt niet veel. Gelukkig ook maar. Voor mezelf, voor anderen. Af en toe breken ze aan. Gepaard met veel liefde. Veel veranderingen. En mogelijk veel invloed. Liefde blijft ook hier van wezensbelang. Voor onszelf, de ander en voor het proces. Begrip, verbinding, contact, communicatie, vertrouwen. Dit laatste gedicht dat heb ik geschreven toen met de jongen dat allemaal een beetje vervelend en ingewikkeld ging. Dus. Ja. Even kijken. Oh ja, en dit sluit er ook nog mooi op aan. Blijf je in vertrouwen? Dat is de vraag. Vertrouwen in jezelf, in de ander. In het leven, waar gaat het naartoe en waar komt het vandaan? Ik heb straks nog een andere act, dus ik laat het hierbij. Dank jullie wel. De Binkhorstjes. Thank you.
Uitgegeven. Verder weg van Hos. Dat zijn de laatste twee exemplaren. Misschien heb je interesse, misschien niet. Maar als je interesse hebt, dan hoor ik het graag. Behalve de man die zijn vriendin de mooiste van het universum Emma Boerendam vond, heb ik nooit een wonderlijker kerel gekend dan de dromer. De dromer die je op de deelnemerslijst zag staan van de Nederlandse kampioenschappen bij het kogelstoten, met zijn slappe armpjes en het slome uiterlijk. Als je daags erna de uitslagen bekeek, viel het je direct op. De dromer die vertelde over de veranderingen die plaats moest vinden in mentaliteit. Dat we beter voor elkaar moeten zorgen en er eigenlijk maar weinig verschil is tussen ons. Ons wat minder druk moesten maken over de economie, maar ons drukker moesten maken voor elkaar. Diezelfde dromer ging iedere dag braaf naar zijn werk, bij een grote multinational, om zijn schulden af te lossen en om zich enigszins in zijn eerste levensbehoeften te voorzien. Anderzijds genoot hij van een uitstapje, om dan aan te schuiven in een restaurant en zich te laten trakteren op een driegangenmenu met vele amuses en het premium wijnmenu. De dromer sprak dan over zijn volgend project, dat me niet van de grond kwam. Hij zou de wereld wel eens wat laten zien. Ik was van zijn talent overtuigd en zijn gezelschap was vermakelijk. De naam was Homer. Zijn achternaam heb ik nooit geweten. Karin kwam met hem aanzetten toen ze uit Brabant terugkwam. Homme las mij voor toen ik 's avonds bij hem op bezoek kwam. Onder het genot van een bakje troost en een door mij meegenomen fles armagnac. Een groot dichter zijn en dan te vallen. Maar er kwam nooit wat van, want als je een dichtertje bent, dan lopen de mooiste meisjes altijd aan de overkant van de gracht. En zo werd zijn hele leven één gedicht. Wat ook vervelend wordt. Homme ziet er tegenop, zegt om zijn eigen dichterskunst daadwerkelijk aan de wereld te tonen. Hij moet werken voor zijn geld. Er zijn wel mensen die hem aansporen, maar uiteindelijk komt het er niet van. De mensen aan wie hij iets opdraagt reageren soms enthousiast. Anderen die het verschil kunnen maken reageren soms niet. Hij moet tevreden zijn met wat hij doet en ophouden met groot te denken. Iedere keer wanneer hij groot denkt, wordt hij weer teleurgesteld. Voor ik verder doorschrijf, wil ik even vertellen dat Karin, die meestal meeleest met wat ik schrijf, niet begrijpt wat ik nu schrijf. Ze wil een gezellige avond en daarin is geen plaats voor somberheid. Ze moet toch weten dat het slechts is ter lering en de vermaak, dat het niet uitmaakt, niks verloren of gewonnen. Ze wil dat ik nu stop. Echter, ik ga door. Dit keer ga ik door.
Hommen las verder. Hij heeft al 3 glaasjes gedronken. Ik nip nog aan de helft van mijn eerste glaasje. Jongens waren we, maar aardige jongens, al zeg ik het zelf. We zijn nu veel wijzer, stakkerig wijs zijn we. Behalve mijn vrouw, die man geworden is. Wat hebben we al niet willen opknappen? We zouden hun wel eens laten zien hoe het moest. Homme vertelt over zijn jeugd, over zijn maatjes, die zoveel talentvoller zijn dan hij. Echter, hij spoort hem wel aan om door te gaan, door zelf door te gaan, zowel op sportief gebied als op artistiek vlak. Hij maakt een afspraak met een schrijver, die hem aanbiedt hem te adviseren. Echter, Karel en Elfrazel geeft aan hem niet persoonlijk te kunnen helpen. Hij adviseert hem om tot een jonge schrijversgenootschap toe te treden, zoals onder andere Simon Vinkenhoog om hem heen heeft. Echter, in plaats daarvan gaat hij naar een uitzendbureau. Hij ziet het niet zitten en komt terecht in het bedrijfsleven. Hij bewaart zijn schrijfsel zorgvuldig, totdat zijn vrouw uiteindelijk bezwijkt en krankzinnig wordt van al het melodrama en het gehunker naar het onbereikbare. Op dat moment vernietigt hij zijn ideaal en vertrekt naar Friesland. Daar waar weinig variatie is van landschap, eeuwige jachtvelden van weilanden en strakke slootjes, met boompjes eromheen. Hier en daar een klein kerkje. Hij geniet van de eenvoud en de weinige complexiteit. O God, denkt hij, als er nu eens een wonder gebeurde, als nu ineens van al die vrouwen al de kleren afvielen. Een dichtertje dat hem waanzin nabij is, denkt rare dingen. U en ik, lezer, denken nooit zoiets. En mijn lezeressen, heilige onschuld, ik moet er niet aan denken. Teruggekomen uit Friesland leest hij me voor wat hij daar geschreven heeft. Zijn hoofd zit vol gedachten. Hoe het verder moet. Hij vertelt mij over zijn eenzaamheid en over zijn wensen. Af en toe komt er iets terug uit zijn jeugd. Beginnen zijn ogen te glunderen bij de gedachten over hoe het kan zijn. Het is nu tijd voor mij om te gaan. Hij is al toe aan het 6e glas. En ik heb mijn eerste net op. Ik ga naar Karin en vraag haar hoe ze hem heeft ontmoet. Deze dromer intrigeert mij wel. Ze vertelt over Brabant en ze vindt hem wel lief. Als ik wat meer zou hebben van hem en hij wat meer van mij, dan zou haar ideale man gecreëerd zijn. De volgende ochtend ga ik bij hem langs. De deur is niet op slot. Hij staat op de kier. Er ligt een briefje op de grond. Van Homme geen spoor. Op een zomermorgen om 4:30, toen de zon prachtig opkwam, is hij van de Thomas Nijhoffbrug gestapt. De eenzame fietser kreeg hem te laat in de gaten. Maak je niet druk, ouwe jongen, had hij gezegd. En toen was hij er afgestapt. Met zijn gezicht naar het noordoosten. Springen kon je het niet noemen, had de man gezegd. Hij was er afgestapt. Nu rest me nog één ding om hem te vertegenwoordigen. Zijn gedachten goed door te geven en niets van zijn en mijn leven te maken. Ja, mooi. Dank u wel. Tim Aldus. Mag ik uw chakra's in brand steken? Uw principes vermoorden? Uw wereld op nul zetten? Lichaam en geest, laat harmoniseren, vloeien, balanceren en vallen, samen in één moment. Eeuwig zijn in oneindige leegte, onze lichaam, onze geest. Jij schakelt en bepaalt de versnelling, ik stuur en bepaal de richting. Posities volgen uit onze bepalingen, gegist bestek, en op het hoogtepunt vallen wij. Zonder ooit te landen. Mag ik? Mag ik? Onderweg hebben wij elkaar, maar verder niets gemeen. Wij lopen 6 1/3 minuut achter op dienstregeling.
houdt op advies van de stemming in het plafond. Rekening met extra reistijd. Geen aansluiting die nog op tijd komt. Spookrijden in gecontroleerde toestand. Weg werkzaam heden. Op het verkeerde spoor. Zweten achter glas met onbekende metgezellen. Een blik rolt aan, wij stappen in. Iemand met oordoppen loopt en spreekt voorbij. Sporen sissen wanneer wielen langs het lint schuren. Luisteren naar doppen, reizigers kijken op schermen. Eén voertuig, één minuut wachten. Ruimte waar gevleugelde ratten in verdwalen. Schermen liegen. Licht biedt beknopte info. Per perron geparkeerd, rijen enkelingen, groepen reizigers. Glazen wanden baken de ruimte af. Industriële landbaan boven menselijk plafond. Geïsoleerd collectief. De ontspanning is te snijden. Ik had zo goed opgezocht, mag ik alsnog gaan bladeren? Dan maar een ander versje doen. Mooie muziek groeit aan bomen. Ik pluk de noten op mijn ritme. Gezangen verlaten de klankkast van mijn mondhol. Melodie en harmonie. Ik klim op de tangladder en raak in hogere sferen. In de top gooi ik alles eruit, geef alles wat ik heb en zing mijn levenslied vanuit mijn psalmboom. Gedrag in blik is anders. Achter een masker van getint glas verdwijnt het ware gezicht. Grimas van schijnwerpers. Stoer geluid voor testosteron. Wat gebeurt, gebeurt. Geen ruimte voor kritiek. Aanpassen of verdwijnen. Maak geen scènes. Blikken razen. Gun elkaar geen aanblik. Staal wringt zich tussen anderen. Stromingen stagneren. Zweet breekt. Tijd slijt. Strepen gaan naar achteren. Blikken rommelen voort. Snijden is topsport. Atleten in overvloed. Een ander niet schunnen uit onwetendheid. Goede harten genoeg, maar verstand is de weg kwijt. Mooi. Dit geldt voor iedere dag dat je wakker wordt. Morgen rood, niets beloofd. Stop met liggen, open ogen. Een dag die bijzonder kan worden. Sta jij al? Vandaag mag er gemaakt worden. Lucht blauw met grijs, geen straling of tegenslag die wordt aangekondigd. Bomen vertellen niet hoe de wind waait. Haal op brandstof uit de voorraadkast, neem direct wat bouwstof mee. Plooi het gewaad nogmaals om. Kijk niet naar het scherm, buiten gebeurt het. Gebruik de stoffen uit de kast voor een goede basis. Vandaag mag het gebeuren, houd jezelf niet tegen. Neem die twijfel mee, daag die angst uit. Verleden moet niet zeuren over vandaag. Ogen open houden, blijf ontspannen. Wees scherp en verlang niets. Laat vragen die nog geen antwoord hebben. Buiten blijkt niet iedereen zijn ogen open te hebben. Schermen zijn interessanter dan waar ze zich bevinden. De lucht belooft nog steeds niets. Jij loopt op jouw doel af. Maak vandaag belangrijk. Houd de voorraad op peil. Het gaat lukken vandaag, anders heb jij het geprobeerd. Dat is genoeg voldoening voor een dag waarop iets vaststaat. Niet voor, niet tegen, ook niet geen mening. Niet vatbaar voor een uiterste, altijd ruimte voor nuance. Behoefte aan eenheid, schuilen individuen onder vlaggen. Vreemdelingen voor een hart. Als collectief voelt het veilig, personen weten niet wat speelt. Onderschat de gevolgen van keuzes, vergeet de ethiek. Iemand vindt iets, een ander iets anders. Massa's handtekeningen verzamelen, vertegenwoordigen wat concreet is. Meten, concurreren, geld verdienen aan smaak. Een speciale dag waarop mutaties moeten uitgelicht. Per dag een andere mutatie, wij zijn zo bijzonder. Kunnen het niet laten, even aandacht vragen, vergeet voor welk doel. Slag wordt geslagen, geweld vernietigt, onschuld. Een standpunt maken, gelijk krijgen. Mensen met een mening zijn bijzonder. Spreek hen niet tegen, zij weten alles. Hebben overal recht op.
Wie het niet met hem eens is, vormt een risico voor de groep. Geen genade met risico's, veiligheid voorop. Scènes, iedere dag opnieuw over hormonen, harnas, ongenoegen, ego. Wees een persoon. Verzamel informatie. Vorm een mening. Houd het gezellig. Ik vind dat harmonie nooit mag leiden onder diversiteit van een mening. Waarom vechten voor gelijk met de waarheid binnen handbereik? En vechten voor gelijk leg jij jouw ziel te vondeling. Vriendelijk praten zou voldoende moeten zijn. Rond de oren nat en zwart. Dans je in plassen bij neerslag. De oplossing weten, niet willen moeien. Spelen, kleding vuil maken, natte voeten halen. De wasmachine doet de rest. Zilver verzamelen in het nest. Altijd pronken, maar subtiel. Bescheiden, bont op de staart. Pauw van een seconde, springen in het gras. Sterke verhouding, brutaal en wijs. Zwart met wit, soms toch nog te bont. Genieten van wat geboden wordt. Buitenspel blijven. Schichtig van dakgoot naar balkon. Bessen van bomen plukken, scheid aan de straat. De brutale straatjongen verkeert in goede staat. Ja. Nog eentje over een feestje. Als die er nog in staat, dan lopen ze weg. De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt. Ben jij 18 jaar of ouder en lichamelijk beperkt? Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.